Goedendag. En na een zeer zacht weekend, zeker de zaterdag, waar we toen lokaal nog de 23 graden aantikten in Maastricht is het deze week toch wel iets anders weer. De temperatuur is iets lager uitgekomen en met name de kleur moeten we dan ook vinden in de natuur. Prachtige foto hier vanuit de lucht genomen van die mooie verkleurende bomen. Maar voor de rest was het dus in de lucht, met name die bewolking die we zagen. Af en toe ook wat lichte regen vandaag, geen extreme toestanden, maar een beetje een herfstachtig weerbeeld. Nou, ook morgen hebben we daar nog mee te maken een zwakke storing die dan overtrekt, maar daarna krijgen we te maken met een hoge drukgebied wat zich over onze regio gaat ontfermen. En daarmee hebben we dus vaak te maken met heel erg rustig weer. Het is eigenlijk bijna helemaal droog. Net ten oosten van ons, daar komt wel een noordelijke stroming op gang. Mogelijk de eerste winterse prikkelen wel in delen van Scandinavië. Maar bij ons is dat dus niet het geval. Wij hebben te maken met hoge drukinvloeden. Dat betekent overigens wel dat de nachten in de loop van het weekend wel wat kunnen gaan afkoelen. Wie weet gaan we dan wel weer een nachtvorstje meepakken. Overdag dan vaak temperaturen rond de normaal, zo tussen 10 en 15 graden. En met name dus heel erg rustig. De wind die houdt zich koest. En neerslag hoeven we dus ook niet echt te verwachten na dinsdag. Vanavond is dus nog wel her en der wat lichte regen. De meest intensieve regen valt nog in het noorden van het land. Temperaturen zo tussen 12 en 14 graden en daarbij een matige zuidwestenwind. Vannacht verandert er eigenlijk weinig. Het is ook een zeer zachte nacht. Temperaturen zo tussen 11 en 13 graden. Komt natuurlijk ook door die bewolking die aanwezig is met af en toe wat lichte regen en de wind die zwakt ietsje af. Komt nog steeds uit een zuidwestelijke richting. Nou, morgen is dat eigenlijk vergelijkbaar met vandaag. Een beetje druilerig. Zeker in het midden- en noorden van het land. In het zuidoosten ziet het er allemaal ietsje beter uit. Daar mogelijk nog wel enkele zonnige momenten. Overigens zijn er in het midden- en noorden tussendoor ook wel droge momenten waarop je er gewoon even op uit kunt. En de temperatuur kopt uiteindelijk uit zo tussen 14 en 16 graden. Eigenlijk dus heel vergelijkbaar met deze maandag. Pak ik ook nog even de woensdag erbij. Dan krijgen we dus wat meer met die invloed van het hoge drukgebied te maken. De kans op neerslag neemt duidelijk af. De bewolking is nog het meest aanwezig in het binnenland. In het noorden en in de kustregio's. Meer ruimte voor de zon. En best wel aangenaam. Zo bij temperaturen rond 15 of 16 graden. Slechts een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Nou, en dan de dagen daarna. Ik heb geen één regensymbool neergezet. Want onder invloed van het hoge drukgebied is de kans op neerslag niet heel. Temperaturen zakken uiteindelijk ietsje, uiteindelijk naar zo'n graad of 12 op zaterdag. Het is elke dag droog. Het hangt er een beetje vanaf of er in de nacht mist gaat ontstaan, of het overdag het weerbeeld vriendelijk is, of dat het toch wel erg bewolkt gaat verlopen. Mocht er mist ontstaan, dan kan natuurlijk die zon die niet meer zo sterk is, die mist maar moeilijk laten oplossen. Dus dat valt nog even te bezien hoe mooi die dagen gaan worden. Maar het is in ieder geval overwegend droog. In de loop van het weekend waarschijnlijk wel wat meer ruimte voor de zon, maar dan dus ook al wat lagere temperaturen. Dan pak ik ook even de pluim erbij, want daarna zien we ook waar we dat open weertype aan te danken hebben. Eerst is nog wel meer bewolking, daardoor een kleine dagelijkse gang. Die maxima en minima liggen daarbij dicht bij elkaar. Maar daarna komt dat hoge drukgebied boven onze omgeving te liggen en krijgen we een grotere, grotere dagelijkse gang. Dan gaan er ook weer oplossingen naar die vorst toe, mogelijk in de loop van het weekend en volgende week. Een aantal nachten met vorst op rij. Maar dat is dus wel volledig afhankelijk of er mist of laaghangende bewolking gaat ontstaan. Want als dat gebeurt, dan is er geen heldere hemel en dan kan het veel moeilijker afkoelen. Liggen de minima toch een aantal graden hoger? Is nog even afwachten. Wat wel zeker is, is dat onder een van het lage drukgebied er eigenlijk geen neerslag op het programma staat. Alleen voor morgen nog enkele millimeters lokaal. Maar dat is eigenlijk het enige van de komende twee weken. Het is natuurlijk oktober. We gaan richting november en dit is een extreem droge pluim als ik dit zo zie. Dus over het algemeen, behalve de neerslag van morgen, is het komende tijd droog. Met af en toe ruimte voor de zon, maar toch ook wel die kans op mist, waardoor het weerbeeld overdag nog wat kan tegenvallen. Tot de volgende keer.